Het Rijn-Waalpad gaat tijdelijk dicht. Vanaf 25 april tot en met 6 mei is het gedeelte tussen de Lentse Plas en Ressen afgesloten. Naast het snelfietspad wordt binnenkort een Hornbach gebouwd. En de voorbereidende werkzaamheden kunnen alleen veilig worden uitgevoerd als er geen fietsers rijden. Het gedeelte van het fietspad rondom de Lentse Plas is afgesloten tussen 2 en 25 mei. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan de drijvende woningen op de plas. Er is een omleidingsroute die met borden wordt aangegeven.